seks tussen twee mannen is niet hoe God het heeft bedoeld. Zeg maar, hoe vindt hij het dan dat jij die knaapjes hebt bevoeld? Kinderzielen aan vernielen in het goddelijke huis. Stuk voor stuk liet je ze knielen voor een heel ander soort kruis. En zonder je te verspreken blijven preken over gebreken. Ondertussen God te smeken, laat ze mijn streken niet komen wreken. Maar boontje komt om zijn loontje, ook het heilige soort. Een nieuwe lading voor het woord, geestelijk gestoord. Je krijgt een nagevoel in je onderbuik. Je ziet de koppen al in de krant. De kerk weet niks van kindermisbruik. Voor zover zij weten was er niks aan de hand. De snater van een pater die zich spijkers op laag water. En de kater van de flaters voor de slachtoffers van toen. Geen gram meer te behalen door het falen van lamstralen die de regeltjes bepalen. En daar moeten ze het mee doen. Nooit lekker gezeten met die rauwe bilspleten. Nee, komt dat door die harde hout? Misschien zelf nooit wat uitgevreten. Ik heb het niet geweten. Dan ben je in dubieus gezelschap historisch gezien. Je krijgt een naar gevoel in je onderbuik. Je ziet de koppen al in de krant. De kerk weet niks van kindermisbruik. Voor zover zij weten was er niks aan de hand. Je krijgt een naar gevoel in je onderbuik. Steek je kop maar weer in het zand. De kerk weet niks van kindermisbruik. Net als met de joden was er niks aan de hand. Hoe dichter bij de kerk, hoe groter de geus. Hoe meer woorden uit je mond, hoe langer je neus. Het venijn van de pijn zit in de heilige schijn. Diep geworteld in het collectieve onderbewustzijn. Voor mij als buitenstaander een verhaal zo krom als een banaan. Vooral na het googelen van de Tersalesiaan. Zo begaan met de joden.